Ik ben van oorsprong een horecaondernemer. Ik word niet gedreven door een euro. Ik word gedreven door een creatief rendement. Een creatieveling die iets moois gemaakt heeft, wil het tonen. En de consument die wil omgeven zijn door creativiteit. Maakt niet uit in welke vorm. Dus ik ben een concept gaan bedenken waarmee ik die twee partijen bij elkaar kon brengen. En toen kwam ik er al snel achter dat eigenlijk horeca een vorm is waarin de creatieve industrie zich heel makkelijk kan uiten. Het is eigenlijk een continue expositie. De Smalle Haven is eigenlijk de commerciële motor van de rest van de dingen wat ik doe. Het uitgangspunt is dat er gegeten moet kunnen worden, maar de omgeving mag continu veranderlijk zijn en mag opnieuw ingericht worden door creatieve mensen. En dat houdt dus concreet in dat de stoel waar je op zit, de tafel waar je aan zit, alles om je heen is te koop. De Smalle Haven en Sectie C is een voorbeeld van ondernemerschap waarin je aan de ene kant zakelijk bezig bent en aan de andere kant het lef moet hebben om het los te laten. De zakelijke wereld is gestructureerd, is bezig met euro's en met afspraken. En de creatieve wereld is in eerste instantie niet veilig. Die denken grensverleggend, die denken anders. Die denken in andere vormen, kleuren en geuren. En dat is anders dan dat je gewend bent. Het is succesvol. Sectie C, waar al mijn creatieven ondertussen zitten te werken, dat is bijna vol. 90 mensen hebben daar een werkplek gevonden. Voelen en hebben vinden elkaars dynamiek daar. Dus een heerlijke samenwerking onderling. En als we daar de deuren open gooien tijdens een Dutch Design Week bijvoorbeeld, dan zijn wij een succes. Mensen vinden het prettig om daar rond te lopen, dus er ontstaan contacten, er worden spullen verkocht. Het is een heel prettig dorp eigenlijk. Ik zie ook wel dat wij een voorbeeld zijn voor dat wat er eigenlijk overal wel gaande is. En dat komen ze zien, dat komen ze bekijken, dat willen ze meemaken. Steve Jobs zegt in zijn filmpje, durf anders te denken. En daar ligt de toekomst. Als je dat met elkaar durft aan te gaan, want dat houdt in dat je je kop gaat stoten, dat houdt in dat je er misschien moeite mee gaat hebben, maar daar ligt de toekomst. En dat is misschien wel het grote geheim van de Smalle Haven geweest.